Hey mensen, vandaag welkom bij een hele nieuwe video. Vandaag gaan we... Ja! Vandaag ga ik samen met Robin een leuke challenge doen. Robin, ben je er klaar voor? Ja! Je weet nog niet eens wat we gaan doen, hè? Nee! Jongens, vandaag ga ik een leuk event doen. Maar zonder 100 kijkers. Ik heb hier Ik heb hier mijn eigen platform. En ik heb hier een blauw platform. Het lelijke... platform van Robin. Yay! We gaan om de 5 minuten wisselen van beeld. Ik heb het al 1 keer eerder gedaan. Maar niet met Robin. Gast. Begrijp je dat, Robin? We gaan om de 5 minuten ruilen. Maar van ruilen komt huilen, heeft mijn mama altijd verteld. Ja, dan stik je maar in je tranen. Het thema van vandaag is... Dieren. Robin, de timer gaat af in 3, 2, 1. Laten we beginnen. Oké. Alright, jongens, mijn tijd is ingegaan en het dier dat ik vandaag ga maken. Ik ben er niet trots op. Het is een mopsontje. Ik ga een leuk mopsontje maken. Dit is de perfecte mopsont huidskleur. Of huidskleur. Haarkleur. Samen met Black Concrete. En daar kunnen we het wel even bij laten. Oké, laten we beginnen met de pootjes. Ik moet zeggen, jongens, ik ben niet de beste in dieren maken. Maar ik heb dit 1 keer eerder gedaan met Justin. Ik vond het zo leuk. Ik dacht, weet je wat, dit gaan we nog een keer doen. En om na die 5 minuten moeten we dus ruilen van bouwwerkje. En oh, dat gaat waarschijnlijk zo fout, jongens. Kijk, dit zijn zijn voetjes zo. En dan zijn achterpootjes, die ga ik ietsjes breder maken. Zoals dit. En deze dan ook ietsjes breder weer. Dan staat hij een beetje gewoon met zijn benen wijd, weet je. Ik ben mijn hond aan het uitlaten. Maar tegen die tijd dat ik weer thuis ben, heb jij al lang geabonneerd en geliked. Dus doe dat maar. Doei. Oké, voetjes zijn gemaakt. Nu moeten we verder. Oh mijn god, jongens, waar ben ik aan begonnen? Ik kan toch helemaal geen mopsond maken. Dit gaat het toch... Dit gaat er toch niet uitzien. Oké, ik ben gewoon begonnen met het bosje. Ik denk als dat duidelijk is op zijn minst naar hem, dan kan hij misschien denken dat het een hond gaat worden. Oh, god, hij gaat waarschijnlijk denken dat dit een vark is. Maar het ziet er ook echt niet uit. Maar je moet ook zo snel bouwen. Oh, mijn god, ik moet wel een nek hebben. Ik wil gewoon zijn hoofd maken, maar hij heeft helemaal nog geen nek. Oh, god, jongens, ik heb nog maar een minuut. Wat ben ik aan het doen? Dit ziet er niet uit. Dit kan niet. Dit kan niet. Dit is echt een schande. Laat ik op zijn minst de oortjes even maken. Zoals dit. Kijk, ja. Kijk. Dit is duidelijk, jongens. Het ziet er misschien niet uit, maar het is wel duidelijkheid dat ik gewoon een hond wil maken. En niet iets anders of zo. En dan hier zijn ogen. Oh mijn god, dit is toch geen mopsontje. Wat is dit? Hij gaat het nooit raden. Nou, de tijd zit erop. Robin, het is zover. Ben je er klaar voor? Nee, moment. Moment? Oh, 5 minuten zijn voorbij. Oh ja, ik ben niet meer gaan bouwen. Ik ben aan het voorbereiden, mentaal. Het ding is, jongens, we mogen niet elkaars beeld aanpassen. We moeten gewoon verder gaan met elkaars bouwwerk. Ik ga nu verder met zijn bouwwerk en weet ik voor wat het gaat zijn. Maar ik ga verder bouwen dat ik denk dat het is. En zo moet het ook bij mij. Robin, ben je er klaar voor? We gaan eerst die van jou bekijken. Oké? Oké. 3, 2, 1. Wat is dat voor ding? Wat is dit? Wat moet ik voor me zien? Wat is hier nou moeilijk aan? Hoezo, wat is hier moeilijk aan? Huh? Hoezo, dit is moeilijk? Dit vind ik moeilijk. Ach, hou op. Oké, ben je klaar voor mijne? Dat mondje. Wat ik voor jou zou zien, dan wens ik je heel veel succes. 3, 2, 1. Succes. Ik ben nog niet verder gekomen. Oké. Wat is je eerste indruk? Nou, toen ik hier stond, dacht ik heel eventjes, dit is de onderkant van een kangoeroe. De onderkant van een kangoeroe? Alsof dit zijn hond is. Nee, dit is een puidelzakje. Ik ga verder met jouw beeld. We geven elkaar weer 5 minuten de tijd. Tot zo! Jongens, wat is dit? Volgens mij een soort varken of zo. Of een, het lijkt met die bruine vlek op een koe. Maar een koe is niet roze. Dus ik gok dat dit een varken is. Dus laat ik dan ook maar de varkoortjes zo maken. Zoals dit, I guess. Right? Wat is dit anders? Of ik ben nu echt ontzettend dom. Laat nu in de reacties weten. Als jij denkt te weten wat dit beest is. Laat het nu op dit moment weten. Als je het goed hebt, geef ik een reactie een hartje. Dat vind ik wel leuker. Nou, laten we mijn nekje geven. En hij bouwt hem lekker vierkant. Dat is wel simpel. Gewoon lekker vierkant houden. Oké, een klein simpel nekkie. Oh, maar deze, wat moet ik hiermee, jongens? Wat moet ik hiermee? Ik weet het gewoon niet. Ik ben gewoon zijn lichaampje nu lekker aan het bouwen. En ik hou het er ook gewoon vierkant bij. Ik heb die voor mij ook veel te moeilijk gemaakt met allemaal rare vormen en weet ik veel wat. Dat ik hier gewoon lekker ga compenseren met simpele vormen. Alright, nou, dit ziet er op zich nog wel prima uit. Het is een beetje een vierkant dingetje, dus laat ik de randjes hier zo weghalen. Voor een beetje speelsheid. Nou, vlekjes eraan toevoegen. Maar is dit nou een koe of is dit nou een
varken, want waarom zitten er zoveel vieze vlekken? Oh, dat is modder. Natuurlijk is dat modder. Hij zit gewoon lekker in de modder, dat varken. Hier, kijk, hij heeft modder in zijn ene hand, zo. Dat er lekker afvalt. Hier, dat heeft hij in zijn handje. Hij is met modder aan het spelen. En hier zit er ook nog wat modder in zijn handen, zo. Oké, Robin kan de rest gaan maken, want de tijd zit er alweer bijna op. Laat ik zijn nek iets dikker maken, want hij heeft een net iets te dunne nek op het moment. Zo, kijk, dat ziet er wat beter uit. Oh mijn god, wat is hij leuk dit. Wat is hij leuk. Nou, de tijd zit erop. Robin! God, jeetje man. Het is zo stil, man. Ik schrik me echt. Oh. Stuk je de hele tijd. Hey, ik vind hem oprecht leuk geworden, die, wat ik erbij gedaan heb. Wil je hem zien? Kom jij maar weer eens. Ik ben wel benieuwd. Ik zie nu pas jouw beeld van een afstand. Oké. Ik kom eraan. Go. Nou, dit is, ik denk dat ik het goed heb opgevat, of niet? Wat? Wat? Wat is je aan het doen? Maar klopt, nee, we mogen nog niks zeggen, maar ik denk dat ik het eigenlijk wel goed heb, een beetje. Ja, natuurlijk heb je het goed. Dat zie je toch, meteen. Dit is gewoon een dik varken. Weet je, wacht, ik kom, we gaan niet voor mij checken. Ja. 3, 2, 1. Je hebt het denk ik wel goed begrepen, een soort van, nou, dit dan denk ik weer niet, maar dat lichaam. Oh my days. Ik vind organische dingen maken zo lastig. Dat is zo moeilijk, maar als ik het zo zie, vind ik ze eigenlijk allebei wel compleet. Dus laten we gewoon nog een ronde doen met nieuwe dieren. Nu al? Ja, maar wat is dit? Wat is dit? Een hond. Ja, wat voor hond? Wat voor hond? Eentje die, verlamd is aan zijn ogen en zijn tong. Geen idee. Je kom op, dan kan je weten. Wat voor hond? Hij is klein. Hij is dik. Pug! Ja, een mopshond! Ja! Daar heeft hij alleen zijn staartje, klopt niet. Nee, maar omdat we allebei al zo ver waren, gaan we nu door naar de volgende ronde. De timer is weer ingegaan en deze keer heb ik voor het dier gekozen. Een gier. Ik weet niet waarom, maar die nek leek me gewoon heel leuk om te bouwen. Zo'n veel te lange nek. Dus laten we dan eerst ook eventjes hoog de lucht ingaan, dat hij het lichaampje mag maken. En dan doen we gewoon een nek van een vierkante nek. Gewoon een beetje zoals dit. Want ik wil ook lekker wat simpeler gaan bouwen in plaats van die hele moeilijke vormen. En dan... Oké, wacht. Ik ga zo hopen dat hij dit goed gaat raden. Oké, dan even richting het hoofd alvast. Maar dat gaat wel zo moeilijk zijn om dit hoofd te gaan maken. Ik wil hem echt in een vierkante stijl. En dan hier de onderlipjes zo. Ik denk dat ik hem 3-dik moet doen, want dan heb ik een middelpunt. Nu heb ik geen middelpunt. Kijk, als ik zo doe, kan ik namelijk... Ik heb een plaatje namelijk op mijn rechterbeeld openstaan van gewoon een normale gier. Kijk, en nu kan ik een beetje zo doen, weet je. Zou hij dit herkennen als ik dit doe? Oh mijn god, nou succes Robin. Succes. Nou, op zich, dit ziet er wel een beetje uit als een snavel. Of nee, dit ziet er niet uit als een snavel, toch? Ik denk dat ik de vorm legit wel goed heb. Dat gewoon duidelijk gaat... Oh nee, hij gaat sowieso denken dat dit zo'n ander vogelbeestachtig is. Ander gevogelte. Gaat hij sowieso denken... Nee. My bad, man. My bad. Hier twee neusgaatjes zo. 1, 2. Dat zijn niet zijn ogen, Robin. Dit zijn zijn neusgaten. Weet je, die maak ik dan wel gewoon hier, zijn neusgaten. Anders gaat daar verwarring over komen. Weet je, we maken zijn neusgaten wel gewoon grijs, zoals dit. En dan zijn ogen daadwerkelijk rood. Of rood gewoon, zoals dit. Hier, dit zijn zijn ogen. Dit ziet er niet uit. Wat ben ik aan het doen? Hij is veel te hoog. We skippen zijn neusgaten. En we maken hier zijn ogen, zoals dit. Dit zijn zijn ogen. Het is een gier, hè, jongens, een gier. Zijn kop moet natuurlijk ook gewoon wat breder zijn. Oh, maar deze natuurlijk. Ik heb nog maar een paar seconden, jongens, en ik ben nog helemaal niet waar ik wilde zijn. Ik heb veel minder kunnen doen. Ik dacht, dit is wel makkelijk om te doen. Maar nee, dit is geen makkelijk om te doen. Hij gaat denken dat dit een zwaan is. Hij gaat letterlijk denken dat dit een zwaan is, jongens. Oh nee, ik heb het verpest, denk ik. Oh, dit heb ik goed verpest. Dit heb ik echt heel goed verpest. Robin, het is geen zwaan. Het is geen zwaan. Dit is geen zwaan. Dit is een gier. Oh mijn god, de tijd is om. De tijd is om. Oh god, Robin. Jongen. De tijd is om. En ik ben echt... Het had wat anders kunnen zijn nu ik zo mee bezig ben. Het had wat anders kunnen zijn. Wat betekent dat nou weer? Ik kom wel gewoon naar jou toe. Oh, nee. Wat is... Oh, ik wil zeggen, wat is het? Natuurlijk weet ik wat het is, Robin. Wat heb je gemaakt? Mooi, hè? Wat heb je gecreëerd? Oh, nee. Nou, weet je wat? Kom maar, die van mij. Ik ben ook niet heel trots op die van mij. Maar het had erger gekund. Oké. Okay. De staf van Sinterklaas. Het ding is, het is niet wat je denkt dat het is.
Het is niet... Wel waar. Nee. Het is echt niet wat je denkt dat het is. Wel. Het is geen zwaan. Wel. Nee, het is geen zwaan. Dus je mag geen zwaan maken, want het is geen zwaan. Ja, wat is dit nou? Oké, Robin, we gaan verder naar ronde 2. Oh, jongens, moet ik nou een olifant gaan maken? Ik wil ten eerste... Nou, ik wil zeggen, ik wil gewoon diepte toevoegen, maar dat is nergens voor nodig. We gaan gewoon gelijk beginnen met zijn dikke bolle lichaampje. En zijn staartje hier. Oh, Robin. Laten we zijn pootjes maken zoals dit. Want hij staat natuurlijk op van die mega chonkers van een poten. Oh nee, zijn poot oranje. Ja, oranje. Ja, Robin, oranje. Sorry. Oh my days. Nou, op zich, die poten. Het had erger gekund, dit. Het had echt erger gekund. Oh, ik heb mijn best gedaan, jongens. En op de poten. En het ziet er echt gewoon niet uit. Deze olifant is gewoon niet te redden. Dat is een beetje het probleem. Hij is gewoon niet echt te redden. Het ziet er toch niet uit. Kijk nou wat voor pootjes die krijgen. Oké, laten we nu zijn kontje maken. En een spleetje ertussen zo. Die maken we bruin. Een bruin poepspleetje. Zo, kijk. Hoppakee. Oh nee. Kijk, er komt zelfs wat uit. Hoppakee, en er ligt er allemaal scheid op de grond zo. Oh mijn god, jongens. Wat ben ik aan het creëren hier. Dit is een kont. Oh, wat erg. Oké, snel door. Zijn buikje moet er ook nog bij. Zijn buikje moet er ook nog bij. Hij is natuurlijk een beetje mollig, dus hij moet dikker in het midden zijn. Hier ben ik nog helemaal niet ready voor. Een poepende olifant. Oh, nog maar 30 seconden, jongens. Nog maar 30 seconden. Ik moet snel zijn. Ik wil de onderkant op zijn minst af hebben. Dat ik wel echt goede progressie heb gemaakt. Zo. Nice. Hoppakee. Oh, nee. Dit moet nog ingevuld worden. Oh, nee. Oh, jee. Nog maar 30 seconden. Ah! Oké, mijn bouwwerk is toegevoegd. Mijn waarde hier. Ik heb een half lichaam kunnen toevoegen. Ik heb een kont met poep eruit kunnen toevoegen. Meer hoeft er niet te gebeuren. Maar we zijn er weer, Robin. Ben je weer ready? Oh, jezus, Mina. Oké, ik ben echt... Eerst deze keer weer. Eerst naar jou. Eerst naar jou. Kom maar. 1, 2, hoppakee. Nou, wat zou dit nou zijn? Kijk de achterkant. Ik ben er echt heel trots op. Wat is dit voor kraam gewoon? Dit is echt gewoon zo'n hendel die je overhaalt. Meestal heeft een olifant een heel dun en klein staartje. Ja, zijn staartje hoort zo te zijn. Kijk, zo. Zo. Ja, nog meer gewoon. Het is gewoon één draadje meestal. Ja, maar goed, maakt niet uit. Ja, nee, precies. Ben je er klaar voor? Hoe ziet die van jou? Ik ben zo benieuwd dat jij geïnterpreteerd hebt. Het is geen zwaan. Dit is ook niet wat ik bedoelde, maar dit is beter. Oh my days, het is gewoon nog beter. Hij is zo goed geworden, deze. Wat is dit, een soort ooievaar? Een pelikaan. Oh, een pelikaan. Gast, wat goed. Wil je weten wat het origineel was? Nou? Een gier. 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 Nou, dat is geen gier. Geworden. Ik vind het echt heel leuk geworden, deze. Die mond vooral. De verhouding klopt zo. Nee, veel te groot hoofd. Maar gast, kijk nou wat dit is. En dan kijk je naar die olifant. Die cursed olifant. Oh my days. Oh, mooi zeg. Laat nu in de reacties jouw favoriete kleur weten. Is het de pelikaan met kleur rood? Of is het het gedrocht bij kleur blauw? Dus laat het nu in de reacties weten. Alright, het nieuwe dier wat ik nu ga doen. Een prachtige sprinkhaan. Ik weet niet waarom, maar ik had gewoon zin om een sprinkhaan te maken. Dus laat ik beginnen. Als ik het zo zie, heeft hij bruine pootjes. Zo, hoppakee. Zo, en daar rode pootjes daarna. Weet je, ik ga hem nog verder uit. Nee, dit is wel goed. En zijn pootjes staan best wel ver uit elkaar, hoor. Als ik het zo zie. Helemaal hier. En dan daar rode pootjes zoals dit. Zo. Ik denk dat dit het moeilijkste gaat worden om te raden voor hem. En daarna gewoon groen gaat het verder. Hij heeft een soort van rode pootjes lijkt wel als ik op het plaatje zo kijk. Hier wordt het ook wat dikker allemaal. En dan is het niet al te lang. Dus ik denk tot hier. En dan gaan we hier het kopje eraan maken. En wat is dit? Het lijkt wel een elfje. Een elfenbroekje. Eigenlijk moet ik het hier gewoon bij laten. En dan gewoon daarna dit naar hem doorsturen. En dan van ja, ga er maar weer verder. Ik ga hem ook gewoon een vierkant hoofdje geven. Dat vind ik denk ik het leukst. Anders wordt het weer veel te moeilijk en veel te organisch allemaal. Oké, en dan heeft hij een soort bruine ogen zoals dit. En dan heeft hij hier van die voelsprietjes die zo naar voren gaan. Zo. Hij heeft helemaal geen mond of zo. Wat gek. En dan hier heeft hij zijn voelsprietjes zo. Of wat zijn dit dan? Dat is zijn mond, natuurlijk. Dus dan moet het, neem ik aan, hier toch wel gewoon een mondje zitten zo. En hij heeft natuurlijk net zoals een insect vet veel ogen. Dus ik ga het gewoon zoals dit doen. Zo, dit is full speed. Hey, oh, die is veel te lang. Zo, hoppakee, dat is beter. En dit is full speed 2. Wat is dit?
dit. En dan maken we het hoofd wel nog even een beetje zoals dit. En zetten we die hier, als ik het zo zie, wel nog een bultje bovenop. Zo, kijk, dat ziet er goed uit. En dan hier is zijn kopje wat breder aan deze kant. Nou, dit ziet er oprecht nog niet eens zo heel verkeerd uit, jongens. Ik ga hem vast helpen met zijn voetjes. Nee, trouwens, dat ga ik niet doen. Ik wil hem wel een beetje in de mysterie laten. Wat is dit? Zijn pootjes misschien iets dikker. Ik denk dat dit wel kan helpen. Nee, nu lijkt het op een elfenbroekje. Dat vind ik leuk. Ja, nou Robin, ik wens je heel veel succes hiermee. Maar ik denk dat je het wel goed... Ik denk dat het moet wel goed komen, toch, dit? Dit moet wel goed komen. Zo, dit is mijn eindproduct. Meer ga ik niet leveren aan hem. Het is tijd! Robin! Nee! Jawel! Het komt niet uit! Tijd. Jawel. 1 minuut! Nee, geen 1 minuut. Oké, ik wil beginnen bij die van jou, oké? Okay? Nee. We beginnen ook hier bij mij. Oké, dan kom maar. Oké. Okay. Gast, wat is dit voor Ninja Turtle? Het lijkt echt op een alien gewoon. Nee, maar het lijkt op een elfenbroekje toen ik het aan het begin ging bouwen. Elfenbroekje? Ja, die schoentjes en een rood broekje. En dan van die groene pijltjes. Het lijkt alsof hij als een sumo-worstelaar staat, weet je wel? Zo. Zo met zijn handen, ja, ik weet wat je bedoelt. Nou, dit is hem. Ja, oké. Okay. En jij hebt gecreëerd... En... Oh mijn god, jij doet telkens hetzelfde met die mond en die ogen. Maar gast, wat bouw jij groot? Oh ja. My days, jij bouwt echt toen groot. Toen ik begon dacht ik shit. Oh my days, nu moet ik een heel paard gaan maken, joh. Jezus. Hey, je weet wel wat het is. Ja, natuurlijk weet ik wat het is. Oh, nou weet je wat, succes, ga jij maar naar mijn gedrocht en de sumo-worstelaar. Ik ga naar de alien sumo-worstelaar en jij met deze... Yay! Yay, goodbye. Alright, jongens. Robin gaf mij die net de tong. Laten wij die van hem dan ook een tong geven. Die van hem heeft nu ook een tong. Ook al lijkt het niet echt. Weet je wat? Hij krijgt een hondentong. Zo, dit is zijn nieuwe tong. Oh, maar Robin, nu moet ik helemaal zijn benen gaan namaken. Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Nou, dit is bijna klaar. Oeh, even kijken. Ja, dan kloppen de benen. Oh, die benen kloppen niet. Wat heb ik gedaan? Oké, nu klopt het wel. Laten we zijn bosje hier dan ook even dichtmaken. Deze kan er oprecht nog wel lijp uit gaan zien, jongens. Hier, moet je zien. Dit ziet er oprecht nog niet eens zo verkeerd uit, die voorkant. Ik ga de regel even verbreken, want het is veel te groot en ik wil het wel afmaken. Dus ik ga hem gewoon een klein achterlichaampje geven. Ik heb een idee. Niemand heeft gezegd dat we niet een beetje world edit mogen gebruiken, toch? Kijk, als ik er nou bricks van maak, dan doe ik alsof hij uit de muur, door de muur heen gebonst is. Gebost, weet ik hoe je het wil noemen. Dus laat ik even snel een dik lichaampje er tegenaan maken. Alright, kijk, nu is hij zo tegen door de muur of zo. En nu ga ik een beetje de schade aanrichten. En dan de stenen snel op de grond leggen hier een beetje, want hij is natuurlijk wel echt knijterhard er doorheen gegaan. Zo, hoppakee, dan leggen we ook wat stenen op hem. Hij heeft natuurlijk overal een beetje baksteen op hem liggen. Oh, dan heb ik nog maar echt een paar seconden, jongens. Ik heb nog maar een paar seconden. En tijd is om. Nou, als ik hem zo zie, vind ik hem wel leuk geworden. Tijd is om. Dan mag ik nu eerst weer bij jou kijken. Nou, kom jij maar eerst bij mij. Vind ik wel leuk. Oké, ik kom eraan. En ik heb hem een beetje veranderd. Hij is door de muur heen gerend. Ik had geen tijd voor het achterlichaam. Wat? Hij heeft zelfs nog stenen op zijn wangen, ja, en op zijn knieën. Ja, joh. Hij heeft zijn soort door de muur heen gesprint. Oh, kut. Ik heb dit helemaal vergeten. Wat. Dit is een beetje detail dat nog eventjes netjes moet zo. Kijk, hoppakee. Creatieve oplossing. Ja, toch? Vond ik ook. Ja, vind ik leuk. En ik heb hem ook een tong gegeven. Maar ik moet zeggen, heb je dit in 5 minuten gedaan? Ja, wat dan? Vind je het weinig? Ja. Maar ik heb ook zijn hele lichaam moeten maken en nog een been erbij en zo. Oh, dat klopt, ja. Dat lichaam had ik... Dat hele lichaam en, ja, de been moest nog gemaakt worden. Oké, nou ja, maar je hoeft ook niet te veel te verwachten van mij, hoor. Nou, ik verwacht echt heel veel. En mijn verwachtingen zijn... Wat is dit? heb je het goede gemaakt? Weet ik veel! Wat is het volgens jou? Een springhaan. Ja, het was een springhaan! Dat is... Yeah. Hij heeft een veel te klein lichaampje. Oh, maar hij is gewoon goed gelukt. Ja, ik had legit een springhaan in gedachten. Nee, dit heb je goed gedaan, moet ik zeggen. Yeah. Succesvol! Yes! Oh my days. Nou, ik vond het een goed einde zo. Een paard die door de muur heen is gebonst en dat. Ja. Een springhaan met vleugels. Elke springhaan heeft vleugels. Ja, maar deze heeft echt vleugels. Elke springhaan heeft vleugels. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan zeker even weten in de reacties. Vergeet ook zeker niet te abonneren, te liken. En wil je het dan meer zien? Laat dan zeker even weten of ik de volgende keer terug mag komen. Want ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Want ik ben gewoon heel goed. En doei!